Dames en heren, welkom. Vandaag gaan we 24 uur overleven in de studio met... Nee, even wakker worden. Oh, yo mensen, wat gaan we doen hier? Wat doet die cameraman hier opeens? Waarom heb ik geen broek aan? Vandaag gaan we 24 uur overleven en we gaan allemaal leuke dingen doen. We gaan lekker muziek maken en ik heb vandaag voor mezelf ook een doel. Nee. Ik wil I'm Yours leren op de ukulele. Oh, fuck. Kan jij dat? Nee. Jawel. Nee. We hebben hier een bed van onze vrienden. Van Emma Sleep. En naast een heerlijk bed hebben we een verzwaringsdeken, waardoor je veel beter slaapt. En twee heerlijke kussens. Dus aan nachtrust, voor ons vannacht geen gebrek. Maar het is nu op dit moment... 2 uur 's middags. We moeten tot 2 uur 's middags morgen hier overleven. We gaan een tune maken. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, Koen. En wat voor tune? Ik heb gezien, je hebt een nieuwe microfoon gekocht. Ja. Speciaal voor jou. Je brengt hem ook weer terug straks. Ja. Dus deze mag eigenlijk weg. Deze mag eigenlijk weg. Dit is eigenlijk een ding. Nou ja, dit is gewoon een prima microfoon hoor. Je hebt Michael Jackson en Billie Jean mee opgenomen. Met deze. Ja, ja, niet met deze. Die. Dus dan nou, nu mag Rutger hem hebben. We openen de Ableton. Het is geen 1-hour challenge. We hebben eventueel wel de tijd. Er komen vandaag ook nog wat gasten, mensen. En morgen ook. Maar die ga ik natuurlijk niet verklappen. Wie? Nou, ga ik niet zeggen. Oké, okay. Ik zit aan te denken. Ja. Ik wil een beetje uptempo. Ja. Misschien kunnen we een nummer maken wat Emma heet. Emma, ja. Dat is leuk, hè? Dat is leuk, ja. Ja. Er zijn ook helemaal geen liedjes waar het over Emma gaat. Wel? Nee. Nee, toch? Toch? Doe eens niet zo koud of sarcastisch, vriend. Ik ben niet sarcastisch. Waarom praat je dan zo sarcastisch? Ik hoor dat je sarcastisch praat, vriend. Wow, oprecht geen. Nee. Zie ik ondertussen mij leren hoe ik I'm Yours speel op de... Ik weet dat helemaal niet. Ja, maar hoe moeilijk kan het zijn? Houd op play, ja, I'm Yours. Hoe leuk is het als ik de volgende keer met die gasten ben, hier, en dan kan ik het ineens echt spelen. Je hebt ook helemaal zo. Ja, maar het is echt lang geleden dat ik dit heb opgezocht. Wat een bizar saai wijf, hè? Wat een bizar geil wijf, zeg. Cool. Ja, maar ja. Ja maar... Wat ben je aan het doen? Hou nou eens even op! Let op. Oké. Okay. Ja, dit is niet te doen. Deze is niet vals. Nee, die blijft wat meer in tune, ja. Oké, als je dat zo doet. Je doet alleen deze 3 snaren zo aanraken. Oh, ik kan een gitaar spelen. Wat voor song zit je aan te denken? Ja, het is echt leuk dat je haar voor het eerst ziet. Maar het moet wel vrolijk zijn. Wat hier gebeurt. Het is tover, hè? Hoppa, Rut! Ja! Zal ik ondertussen wat eten bestellen? Ja, lekker okay. Goed. Maak mezelf toch nog een beetje nuttig. Want ik heb een scheetje gelaten in bed. Nee, echt? Ja, man. Oké. Okay. Dat had ik even niet op gerekend. Zo, ik ruik hem ook hier, man. Gadverdamme. Dat kan niet. Ik ruik hem zeker. Klik op, man. Dat is hard, man. Lekker in, hè, Rut? Kijk, mensen, het afgelopen van mijn telefoon. Dat ben ik. Met Freek, van Suzanne en Freek. Joehoe! Oké, ik ga even een take gooien. Want ik wil graag weten hoe je erover denkt. Oké, dat. We gaan beginnen met een lange pri. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk first. Ja? Ik wil eigenlijk pri, hoek en dan een after chorus. Waarom doe je zo? Wat, hè? Waarom doe jij zo? Ja, omdat jij opeens doet alsof je het wiel weer hebt uitgevonden. Nee, hier. Maar ik zeg toch gewoon wat ik wil. Wees even wat nederiger. Nee, maar ik wil zo min mogelijk first. Sinds ik jou zag op de straten. En ik had papa en dan kon ik verbazen. Papa, maar ik zal altijd met je gaan slapen. Ja! De Emma, met jou wil ik slapen. Met jou wil ik slapen. Hey, ik heb een 1,40 en een 2 meter. Mijn deken is zwaar, maar mijn pasje ook zeker. Ja. Jezus, Rut! Zo, hoppa. Word even geblest. Ik vind het best wel underrated, maar ik vind het gras ook best wel lekker altijd, man. Ja? Ja. Oké, dames en heren, de beat is echt zo goed als af nu. Ja, hij is heerlijk, zeker. Hoor. Ja, toch? Hij is heerlijk. We zijn nu een beetje aan het kijken of we nog leuke effectjes kunnen toevoegen. Nou ja, jij bent eigenlijk met name aan het kijken. Boom! Zoiets. Maar heerlijk wordt dit, hoor. Ja, toch? Heerlijk wordt dit. Ja. Oh, Jezus, man. Het is inmiddels 16:30, dus we zijn hier nu 2,5 uur. En het is nu al donker. Wat de brie. Ik zie het alleen maar als een voordeel, dan kunnen we zo gewoon het bed induiken. Ja. Nou, Koen, gaan we nou nog wat opnemen? Ik zeg, laten we aan het begin beginnen. Hoe, wat is... Je woont in dezelfde straat als Emma. Ja. Je woont in haar straat. Ja, Emma is je buurvrouw. Alleen ze is oud. Nee. Het is milf. Je woont bij Emma in de straat. Je woont bij haar in de straat. Ja? En echt wel jaren al. Jaren. En elke keer ja. Kom je haar daar gewoon tegen. Want nee, want je woont in dezelfde straat. Snap je? Supermarkt, het is, zwembad. Het is zeg maar zo toevallig dat je gewoon, elke keer als je gewoon van je oprijlaan afrijdt, dan zie je er weer lopen. Gewoon constant. Ja. Het is geen toeval meer. Ja, je wordt er een beetje gek van ook. Ja. Op een gegeven moment vraag je aan haar van, als we toch overal op dezelfde plek zijn, ja, kunnen we dan hier gewoon samen wonen? En dan kan je het andere huis verkopen. Ja, dan heel pijn beleggen. Multiplyen.
paal aan je bakfiets, dat vind ik maar niks. 3, 2, 1, oh Emma, jij bent alles nooit dat gezien heb. Oh, 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 oh. We moeten beginnen met het begin. Nu zijn we weer te ver. Jij drukt niet op stop. Ja, nee. Hallo, ik ben nog niet de DJ. Ik ga slapen. Je moet tekst uitdoen. Je deed net lager voor mijn gevoel, want nu ben je even hoog als ik. Ja, maar ik kan wel hoog, maar ik moet niet... We kunnen ook met deze elastiek ons aan elkaar vastbinden. Oké, is goed. Mijn fiets is gestolen. Mag ik niet van jou, want ik moet naar Groningen. Hey, ik kan ook als eindzin. Ik weet waar je woont, net als de kranten, jongen. Oeh, er wordt het meer kranten, jongens. Is je kranten, jongen? Is de titel kranten, jongen? Nou, en we zijn met Emma af. We denken titels. Nee, we hebben het nog steeds voor Emma. Maar oh. We hoeven niet per se Emma te zeggen, natuurlijk. Nee, dat is waar. Ik wil met je tonnen. Dames en heren, we zijn inmiddels 3 uur onderweg en we gaan beginnen met tapen. We hebben de eerste 2 stukjes hebben we met tekst. En daarna gaan we naar de tweede 2 stukjes met tekst. En wellicht doen we daarna de derde 2 stukjes met tekst. Of niet, Rut? Zeker. Yes. We hebben zo... Nee. We hebben sowieso... Ja, oké, okay, daar ja. Oké, nu gaat hij goed, man. We hebben sowieso dezelfde kant, oh oh. Wonen jaren aan dezelfde kant, oh oh. Welkom. Dankjewel. Je hebt natuurlijk een relatie gehad. Klopt. En hoe sta je er nu in? Wat is... Nou, nu niet meer. Nee. Hoi. Hoi. Oh, hey. Zo. Alles goed? Ja, we maken hier een video. Hij heeft gelijk mislukt. Nee hoor, helemaal niet. Gelukkig hebben we meerdere takes, dus dat komt goed. Ik schrok mijn hoedje. Oké, de kust is veilig. Sef, wij liggen hier met z'n tweeën op bed. Ik zie zo'n hoofd door die deuropening daar. Ik zie iemand zo kijken. Ik denk, oh nee, ouwe. Dus wij staan hier met 2 lampen op onze rug op een bed. Met hier een cameraman in de hoek. Ik zat aan jou. Ik zat aan jou. En we zaten te praten. Ik was Robert Rodenburg. Ik was Robert Rodenburg. Ergens die misschien wel denkt dat ik hier gewoon altijd sla. Dat hoop ik toch echt niet. Werk niet voor PostNL, ook niet voor DHL. Maar als je wilt, word ik wel jouw krantenjongen. Maar waarom klonk het zo slecht? Mensen, we gaan echt lekker. We zitten er echt goed in, hè, Rut? We zitten er heerlijk in, man. Gaat dat best makkelijk? Nee. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. Hoe lekker zou het zijn? Fantastisch nieuws, het nummer is afgerond en daarom nu tijd voor de videoclip. We hebben sowieso dezelfde krant, oh oh. Wonen jaren aan dezelfde kant, oh oh. Ben je nu nog vrijgezel, want de koffie is gezet. En als het echt gezellig is, heb ik een plek in mijn bed. Ik zie je lopen met je hondje, hondje. Elke dag hetzelfde rondje. Loop je die ook met mij? Werk niet voor PostNL, ook niet voor DHL. Maar als je wilt, word ik wel jouw krantenjongen. Word ik wel jouw krantenjongen. Vroeg uit de veren, on my way naar je stoep. Het is niet echt mijn ding, maar jij bent wel wat ik zoek. Dames en heren, goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws, het nummer heeft niks meer met Emma te maken. Want daar kwamen we toch niet helemaal uit. Het goede nieuws, eerste special guest is er! Roxy heeft haar rijbewijs gehaald. Yeah, Rimmaker! En ze wil nog lang niet slapen. Nou, dat komt goed uit, want we gaan even straks wat leuks maken. Dat een goede brug. Ik bedenk het nu pas. Hey, Rox, luister. Rut en ik hebben een tune gemaakt en we zijn benieuwd naar je eerlijke mening. Ben je er klaar voor? Als ik compleet, begint hij dan? Nee. Oké. We hebben sowieso dezelfde krant, oh oh.
dezelfde kant. Oh oh. Ik vind het echt hard. Wat de fuck? Maar ik ben wel jouw krantenjongen. Nou, ik vind het fantastisch. Ja, sick. Fucking leuk. Ik dacht dat jullie zaten te kippen, maar het is gewoon echt leuk. Wat? Huh? Maar wat vond je ervan? Ja, fucking leuk. Maar het kan natuurlijk beter. Ja, duh. Dat komt goed uit. Nou, Rut, kom er gezellig bij. Kom van die dikke, weet je, dikke race van die bank af. Jij zit via je bek te zoeken. Ben je even de biezen te tikken? Oké, daar staan we dan. Ja. Wat doe ik hier? Waar, heb jij een specifiek iets waarvan je denkt, daar wil ik graag over zingen? Nee. Misschien kunnen we een ander stripspeeltje pakken. Ja, kan. Laten we een buttplug pakken. Ik heb dus ooit een stripspeeltje adventskalender gehad. Echt? Ja, leuk. Is dat leuk? Leuk, ja. Heb je gewoon echt al die dagen iets. Ik ben er niet zo van, man. Nee? Nee, man. Van adventskalenders niet? Nee. Ik wil ook zelf wat maken. Rut, als jij even wat vrolijk gaat tikken voor ons. Ja, wel een flinke BPM. Even lekker 160. Dat is 160? Kan het niet? Ja, maar je bent allemaal weer dingen aan het roepen. Oké, okay, we hebben nu een beat. Rut, je hebt echt weer getoverd. Dank je. Ja, yeah. We hebben dus het idee om dus te starten met we zijn in de naar kroeg, hè, meer. Wij zijn allemaal groot fan van Flugel. Echt lekker, houden van, lekker. Wij gaan zingen over Flugel en we beginnen in een soort van, we hebben een klein beetje inspiratie gedaan van dit nummer. Ik ga jullie even dat horen, mensen. Maar je durft niet naar je toe. Dat je mij ziet. En dat je me voelt. Deze TikTok-banger van Wessie en Lin, nou, dat kunnen wij beter. Maar ons ding is dus niet durf niet, maar ons ding is dat ik dus denk dat ik van een Flugel-ding om mijn neus heb. Maar dat vindt ze natuurlijk hartstikke leuk, want zij houdt ook van Flugel. Geniaal! Bizar. Oké, tijd om tekst te schrijven. Nou, dan zitten we dan gezellig. We hebben even lekker gegeten en toen zei jij, ik heb een lekker toetje meegenomen. Ik heb een lekker toetje, ja. Ik ben natuurlijk geslaagd voor mijn auto, dus ik dacht dat moeten we even lekker vieren. Dus, ik heb mee. Ik denk dat jullie het wel lekker vinden. Rompoezen! Oh. Oh, dit is echt lekker, man. Wat? We zouden samen eten. Nee, niet meer. Mensen zijn hype. Ik snap de lof wel. Terechte hype. Rox, je wordt bedankt. Rob. Dit is echt benzine. Ja. Nou, ik kan maar beter naar huis gaan, denk ik. Gadver. Wat vind ik zo vies. Oh, nu ben je opeens in onze intieme sfeer. Oh, sorry. Nee, ja. Drie dingen. Had je homo's? Ben je homofoob? Vind je van Rob Jetter dan? Die van Geertje Houden. Koen Kardashian. Koen van Hees. Ja, hij is dus ook homo. Wow, ik heb zelden zo'n lekker gebakje gegeten. Ja, ik kan ook niet wachten tot je klaar bent. Ik wel die kleine. Het is echt heel lekker. Die kleine, ja. Jezus, Rut. Oh, ik zit wat op je lip. Kom, we gaan even muziek maken. Je zit hier helemaal niks te doen, man. Je alleen maar tevreden, jij. Alleen maar de kanen, jij. Ik een boef internet zo. Dat is echt snel gegaan. Ben jij die andere ook aan het opvreten? Nee. Oh, je dacht wel. Homo. Ik hoor jou gewoon hier kauwen. Ik vind het echt. Het zit ook helemaal over je hele mond. Echt vies. My house, my rules. Later. We hebben een zieke hoek. Ja, we hebben een goede hoek. Echt een zieke hoek. Ik hoop alleen niet dat die te laag is voor mij. Maar dat zien we dan. Oh, maar dan verschuiven we dat biertje toch veel? Ja, nee, maar dat doen we toch even lekker dan zo. Ja, maar doe dat sowieso dan even. Nee, laat eerst even kijken hoe het... Dictator Koen zit weer op, hoor. Ik doe dat sowieso even. Ga je even lekker in je nest liggen. Zo, even dat zware deken over me heen, zeg. Het ziet er echt heel zwaar uit, man. Zo zwaar deken, man. Dat is heel lekker, want dan kan ik dus helemaal niet bewegen, snap. Ik moet nu al lachen. Sorry, wacht, nee. Rox, we zijn hier wel serieus. Ja, hallo, maar we zijn hier gewoon bezig met de video aan het maken. Een dopje. Ja, maar hoe moeten we hiermee werken, man? Ja, sorry. Maar Rut, wat zijn we nou aan het doen? Mijn vrouw scoort een hitje, denk dat ze voor de rest maar een beetje kan lachen in de studio. Het is werk, hè, mevrouw? Dit is geen TikTok, hè? Het is real life. Dopje op zijn neus. En toen wist ik zeker, ik vind jou wel leuk. Hoef niet met je te praten om te zien dat we raken. Dus waarom doe je zo nerveus? Hoeveel takes doe je normaal met zoiets? Ja, heel veel. Ja? Totdat ik hem mee. Ja, tussen de metro's één, hè? Heel goed, hoor. Dat was de eerste, inderdaad. Maar toen hadden we een uur, hè? Ja, sure. Maar nu in principe ook. Wij willen FIFA doen. Een topje op zijn neus. Toen wist ik zeker, ik vind jou wel leuk. Ik hoef niet met je. Weet je waar ik een beetje bang voor ben? Ik heb niet echt energie in deze toon. Dus ik moet even. Ik ben heel benieuwd hoe dit klinkt. Weet je waar ik bang voor ben? Wat? Dat Hansje geblesseerd geraakt. Maar we hebben niemand erachter, hè, Koen. Dat zou echt verschrikkelijk zijn. Niemand. Ik snap het ook als ik wil me hoger doen. Ja, dat is toch goed. Doen we dat toch? Maar kan jij dat dan wel? Hé, hé. Heb je mij net niet gehoord in dat nummer van, hoe heet die ook alweer? Machinist? Nee, krantenbezorger. Nou, dit is ook chill. Dan hebben we gewoon wat, wat, toch? Woo! Yes! Maar hoe hoog wat ga jij zingen eigenlijk? Ja, heb je tekst voor mij? Nee!
Hoezo, ik moest er hetzelfde zingen? Ik heb helemaal geen tekst hiervoor. Wat ga je doen? Ja. Dopje op mijn neus. Maar blijkbaar vond ze dat wel leuk. Kan je toch letterlijk hetzelfde zeggen? Ik hoef niet beter te praten om te zien dat we raken. Dus waarom doe ik zo nerveus? Ja, dat is vet. Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Easy lemon squeezy. Leuke knopen op jouw trui. Wel leuk dat ze allemaal anders zijn ook. Dank je. Of niet? Wel leuk. Dank je. Hoe dan ook, ik vind je leuk. Dit is bizar. Bro, dit is bizar. Dit is krank. Jij zingt dit en let ik op dit moment. Stuur Matt een appje met dit nummer. De bank zit in dus een leuke aankomst. Dit is 30 seconden. Gewoon minder dan 30 seconden geleden. En ik wil echt niet op je. Dat ben ik dus. Ja, ik hoor het. Bro, dat was bizar. Dat was echt heel eng ook. Dan weet je, nu dit al gebeurt, dat ik dit meteen ga nailen. Of je doet het ook, maar ik heb ook laag doen. Ben je te praten om te zien dat we raken? Ik kan het. Ja, ik ga het gewoon doen. Zo. Kom maar. Koentje. Oh. Nee, te laag. Ga je lopen lachen? Ik deed een dopje op mijn neus. Ja, maar Kaan is oud. Ik heb hem nu zo in mijn hoofd. Nee. Hoe moet hij dan? Dus zing hem eens voor. Ik deed een dopje op mijn neus. Ja, omdat ik daar helemaal geïntroctineerd in die... Neus. Ja. Neus. Ja, vind ik beter. Want je doet nu... Neus. Neus. Nee. Okay. Neus. 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 Ik deed een dopje op mijn neus. Ik deed een dopje op mijn neus. Dat is wel goed. Ik deed een dopje op mijn neus. Ja? Nee, ik denk het niet. Ik deed een dopje op mijn neus. Maar blijkbaar vond ze dat wel. Zo. Geef niet, die komt er wel. Kijk, zo kan je het ook brengen, Rut. Had je meter niks van. Zo kan je het ook wel, Rut. Tuurlijk wel. Deed een dopje op mijn neus. Ga je naar de hele lopen lullen? Nee, dat zou ik nooit doen. Hup, jalla. Ik deed een dopje op mijn neus. Maar blijkbaar vond ze dat wel leuk. Hoef niet met je te praten om te zien dat we raken. Dus waarom doe ik zo nerveus? Later. Oké. Oké. We gaan luisteren. Ik deed een dopje op mijn neus. Maar blijkbaar vond ze dat wel leuk. Ik ben met je te praten. Wat lach je zo? Oh, ik zeg je eerlijk. Voor mijn doen is het echt goed. Het is echt leuk. Het is echt heel leuk. Dus waarom doe ik zo nerveus? Wauw. Niet normaal. En dat allemaal op een Emma Sleep matras. Het is ook nog de steek. Wat vind jij ervan? Ik vind het oprecht, het is gewoon schattig. Ik vind het schattig. Zo kijkt ze naar jou. Ja. Ik ben gewoon een schattige jongen. Oh. Ben je echt? Ben ik ook. Zo, het is ook gewoon een trampoline. Ja. Wow. Kijk, kunnen jullie deze ook? Wacht, ik weet het even. Zo, en dan spring je zo. En dan... Oh shit. Nee. Laten we in 3, 2, 1 doen. 3, 2, 1. Dat hallo, ons dek met overtrekken. Hallo, oh ja, het is weer mijn schuld. Is het weer mijn schuld? Jij kan altijd weten hoe dat werkt. Maar jullie hebben thuis nog iemand die dat doet. Een slaaf. Ja, dit wordt alleen maar erger. Slaaf. Oké, de status. Rut, wat is er aan de hand? Beetje moe, papa. Ben je moe? Beetje moe. Hoe komt dat? Dat ik hard heb gewerkt. Bro werkt één keer in zijn leven langer dan een 5 uur is gelijk moe. Heb je het een beetje naar je zin? Even een diepte interview. We zijn gewoon lekker babytje aan het maken. Ja, hij is leuk hè? Het is wel een leuk liedje. Hoe vind jij het, Koen? Ik vind het leuk. Heb jij het een beetje naar je zin? Het is voor mij echt een eye-opener hoe slecht ik kan zingen op zo'n moment. Je zingt gewoon als een joe. Sorry. Ik zing als een joe, maar dan komt wat we hoog zingen. Neus! Fantastisch nieuws. Ook het tweede nummer is afgerond. Hier komt de zieke videoclip. Een dopje op zijn neus. En toen wist ik zeker, ik vind jou wel leuk. Ik hoef niet met je te praten om te zien dat we raken. Dus waarom doe je zo nerveus? Ik had jou meteen al in mijn vizier. Jongens zoals jij kom je niet vaak tegen hier. Geef het nog wat tijd, want misschien wil je het niet. Maar ik blijf toch wel kijken totdat je me ziet. Oh oh, ik ben mezelf niet. Oh oh, sinds ik je heb gezien, heb ik mijn kans nu verschoten. Ik ben zo aan het kloten, want ik deed topje op zijn neus. En toen wist ik zeker, ik vind jou wel leuk. Ik hoef niet met je te praten, om te zien dat we raken. Dus waarom doe je zo nerveus? Ik deed een dopje op mijn neus, maar blijkbaar vond ze dat wel leuk. Hoef niet met je te praten, om te zien dat we raken. Dus waarom?
Fox, zonder jou was het niet gelukt, want dan hadden we jou niet op het nummer gehad. Ja, dat klopt, ja. Dus bedankt en ook bedankt voor de heerlijke krompoes. Yes, graag gedaan. Of niet, Rut? Zeker, die waren echt lekker. Voor het overnachten bij Rut in de studio gebruiken we uiteraard alleen producten van Emma Sleep. Ik slaap op een hybrid premium matras. Dat is Europa's meest bekroonde pocketvering matras met 5 lagen. Zodat je altijd heerlijk kan tukken. Daarnaast liggen wij onder, en dit is een favorietje van mij, het Emma Hug verzwaringsdeken. Dit deken is zo mokerzwaar dat je veel minder beweging in slaapt en daardoor veel dieper slaapt. Ik gebruik hem nu thuis ook en het is echt heerlijk. Ik word helemaal zonder stress wakker. Genieten. En om het af te maken, slaap op een Emma Airgrid kussen. Deze kan je volledig customizen naar je eigen smaak. Als je hem harder wil, zachter wil, kan je allemaal zelf regelen. En met deze 3 items heb je een perfecte nachtrust. Wil jij nou ook een van deze producten bestellen? Dat kan via de link in mijn beschrijving. Ze hebben al een zieke korting lopen op echt meerdere artikelen. Maar wil je nou extra korting? Gebruik dan de code KOEN en dan krijg je 10% extra korting. Hoppakee, dat is lekker. Dan is het nu tijd om heerlijk te gaan tukken. Dames en heren, het is tijd om te gaan tukken. We zijn helemaal back off, man. En morgen staat er een volgende grote gast op. Grote gast, ja. Ja, groot qua daden. Volgens mij niet echt qua lengte. Ja, lief van jou. Kijk eens, want jongens en meiden, ik had geen tijd om te ontdekken. Ben jij een geovlog aan het kijken met bolnootjes? Wat een prille gebeurt hier. Het is 2 uur s'nachts. We liggen op bed. Dames en heren. Als dat Rut en Koen niet zijn. Als dat Rut en Koen niet zijn. Onder een verzwaringsdeken. Wat liggen we lekker onder een Emma Hug verzwaringsdeken. Huk? Heerlijk, het heet Hug. Emma Hug. Dames en heren, wij gaan lekker tukken. Het is echt, het is 3 uur s'nachts. Ja, want we waren nog even aan het binge-watchen. We waren even aan het binge-watchen. Maar daar zijn we nu klaar mee. Ja. Rut, ik wens jou een hele fijne nacht, maar dat gaat zeker lukken. En doe nu het licht maar uit. Nee, hier het licht. Ik heb thuis dit afspraak. Voordat het licht uit gaat, nog even kusje. Op. Jij wel. Tot morgen. Tot morgen. Goedemorgen, mijn vriend. Goedemorgen, want heb ik heerlijk geslapen onder het verzwaringshukkussen van Emma. Het deken van Emma Sleep. Het Emma Hug verzwaringsdeken. Dat is echt lekker. Dames en heren, we zijn opgestaan uit de dood. En we zitten alweer achter de computer. We hebben toch fantastisch geslapen op onze Emma Sleep matrasje. Nee, inderdaad fantastisch geslapen. Je hebt gelijk. We hebben fantastisch geslapen. Maar ik heb altijd moeite met wakker worden. Maar dat Emma Hug verzwaringsdeken heeft me echt geblest vandaag. En mijn Hug. En jouw Hug. Hey, we staan weer achter de computer. We zijn weer bezig met een nieuwe beatertik. Want onze tweede special guest komt zo. We gaan niet zeggen hoe de tweede gast is, maar we gaan een nummer maken. En dat noemen we dan een soort van was ik maar één dag Fleming. Ja. Maar we gaan niet zeggen wie de gast is die straks komt. Hey. Was ik maar dan was ik elke dag op radio. Dagelijks op radio 2. Ah, Fleming. Dan was ik dagelijks op radio 2. Was ik maar één dag, Fleming. Dan kon ook Slam FM niet meer om me heen. Ja! Dat was zijn stuk, dat hij daar mee reed. Dat is schitterend. En dan zegt hij: was ik maar één dag, Koen. Als ik maar één dag, Koen. Nou, gaan we het opnemen? Dat kon elke vrouw van Nederland doen. Toch? Voor de mensen die afvragen, hoe kom je aan koffie en broodjes? Dat heeft de camera al meegenomen. Dankjewel, cameraman. Was ik maar één dag, Fleming. Dan was ik dagelijks op Radio 2. Was ik maar één dag, Fleming. Simon, wil ik niet dit weer doen. Hoor. Gisteravond ook. Dat zeg ik allemaal ideeën. En die is telkens van, nee, ik weet niet. En dan doet Roxy, die ademt gewoon 1 keer. Ja, zei, oh my god, Rut, hoor je dat? De tune met Fleming hebben wij het begin van de vrij hebben af. Het is banger. Leef je nog een beetje? Nee. Was ik maar één dag Fleming, dan was ik dagelijks op Radio 2. Was ik maar één dag Fleming, dan kon ik Slam FM niet meer om mij heen. Oké, okay. En dan komt daar dus een special guest komt er dan in. Ik heb al een vermoeden. Mensen, als jullie ook een vermoeden hebben, laat het weten in de comments. Wat is jouw vermoeden? Ik denk Miss Montreal. Miss Montreal. Ik ga niks zeggen, man. Kijk, ik weet natuurlijk wie het is, maar Rut nog niet. Ik hoop niet dat ze komt, want we hebben maar 1 uur. Dat kind kan alleen maar stotteren natuurlijk. We hebben 1 uur nooit klaar. Misschien kan zij een soort stuttertechno maken. Dat is echt zielig. Maar ik mag het zeggen, ik stond er zelf ook. En toen was het tijd voor de lang verwachte special guest. Wie zal het zijn? Dames en heren, ik heb fantastisch nieuws. Onze special guest is er. Laat je zien! Ja,
Mensen, ik weet dat jullie het niet verwacht hadden, maar het is, had jij het verwacht? Ik wel. Stiekem wel. Stiekem wel. Luister, we hebben al 2 tunes gemaakt. Die ga ik even kort even laten horen, want dan weet je ongeveer hoe de vibe is. En dan hebben we een opzetje gemaakt voor een nummer met jou. Alleen, ik denk dat je het heel tof gaat vinden, maar dat weet ik niet. Wat denk jij? Ja, 100%. Ziet er echt uitgerust uit, maat. Ik ben zo uitgerust. Hey, Ruud, laat even de eerste tune horen. Ja. Krantenjongen. Krantenjongen. Je dacht de krantenwijkers al gepakt? Ja, daarom ben ik krant. Is dit solo plaat? Dit is solo plaat. Dit is solo. We hebben sowieso dezelfde kant, oh-oh. Wonen jaren aan dezelfde kant, oh-oh. Ben je nu nog vrijgezel, want de koffie is gezet. En als het echt gezellig is, heb ik een plek in mijn bed. Ik ben vroeg uit de veer. Ben jij dat zo? Ja! Ben ik al? Ja! Ja, zo zingen we! Wauw! Nou, eerlijke mening. Nou, dan komt nu de volgende. Samen met Roxy. En die heet Dopje. Het gaat over een vlugeldopje. Oké, ik dacht, oké. Je bent het over jou, hè? Oh oh, ik ben mezelf niet. En ik ken het. Zoet je hem, gezin. Hij klinkt wel een beetje als Russo soms qua stemmen. Ja, letterlijk! Hij is aanwezig. Ja, lekker, zij kan ook goed zingen. Ja, ze kan echt goed zingen, man. Echt, als je maar nou, Koen ook. Ik heb alleen gewoon een dopje op mijn neus. Vind ik gewoon een beetje dubbel. Nou, je hebt nu deze twee tunes gehoord. Ja, het niveau ligt hoog, jongen. Het niveau ligt hoog, ja. En toen dachten we, met jou moeten we ook iets doen. Wil je alvast de titel horen van het nummer? Oh, je hebt hem al gehoord, want de titel staat erop. Ja, de titel staat al. Okay. De titel is Fleming. Nee. Jawel. Ik ga het niet choosing die Fleming heet, boy. Nee, dat is Koen met het nummer Fleming featuring Fleming. Zo kut. Komt ie. Maar er staat vast die titel. Je hebt hem bijna helemaal af, man. Nee, alleen het eerste stuk van de refrein, daarna moet jij erin komen. Was ik maar één dag Fleming, dan was ik dagelijks op Radio 2. Ah, shit! Was ik maar één dag Fleming, dan kon ook Slam FM niet meer om mij heen. Ja, ik vind het ergens heel erg soort van, hè? Als ik op mezelf ga zingen, vind ik het heel raar. Nee, maar dit maar nee, hard, daar hadden we een idee wel... voor. We hadden een idee dat voor. Dat jij dan sketchy, zegt dat je, was ik maar één dag Koen. Dat lijkt me fucking raar. Ja. Dat was een idee. Ja. Was een idee, ja. Dan moet jij even bedenken waarom je dan graag mij wil zijn. Met een Koen van een bak zit is, kan ik op Emma shit gaan pitten. Kan ik zo gelijk... in de stuur gaan spitten. Oh! Shit. We hebben nog een uur. Serieus? 1 uur te gaan. Okay. Nog maar 1 uur. Ze moeten opschieten. Misschien wel lachen als we naar die aftercores aan het gooien. Ja. Eén dubbelen. Je moet even over die drempel heen dat er echt over mij. En dat gaat Koen doen. Nee, jij moet. Jij zegt maar, was maar één dag Fleming. Dus jij moet eigenlijk de hoek dragen. Dan doe ik wel een soort tweede stemmetje of octaafje erop. Eén dag Fleming. Dat ben ik. Ja. Ja. Mensen, wij gaan even aan de slag. We zien jullie zo. Leetel. Was ik maar één dag Fleming. Was ik maar één dag Fleming. Was ik maar één dag Fleming. Het is zo vaag dat jij dit zingt ook. Was ik maar Koen van de bankzitters, dan kon ik in de stuur bij Rut pitten. Elke dag een nieuwe chick fixen, kon ik een keer die nummer 1 hitten. Ja! Hij wordt flow. Ja, dat is even lekker. Maar jij hebt wel op nummer 1 gestaan? Nee. High back. Ik zweer het. Serieus? Amsterdam was 2, automatisch was 2. Wie is de koning? Daarom zing ik het toch? Dit zijn eigenlijk wel de leukste sessies, gewoon een beetje klooien. Wij doen niet anders. Nee, maar het mooiste. Dit is voor mij een hele normale sessie. Ik weet Nick en Simon, Suus en Freek, Paul en Thomas, Donny en Dave. Die dronk al lekker, die zat op de planning. Iedereen is klaar, op mijn koene. Was ik maar één dag Fleming. Ja, vriend! Was ik daar de leukste op Radio 2. Moet ik even adlibjes erop? Ja, doe jij even adlib. Ja. Fleming. Ja, we gaan geen Fleming zingen. Jawel, we moeten hebben. Ik moet nog steeds een soort van, ik stap even over die drempel. Ja, stap even over die drempel. Dit is echt out of my comfort. Was ik maar één dag Fleming, één dag Fleming. Hoor, zing dat over zichzelf. De stuitende arrogantie die die gozer uitstraalt, bah! Eén dag Fleming. Ja, gaaf, heerlijk! Of cool. En you outdid yourself, laat. Ja, toch? Wel, toch? Wat een tune. Wat een credits naar jou, man. Ja, we moeten nog? Nog 3 minuten. Wat een bizarre timing. Wat een bizarre timing. Fantastisch nieuws. Het nummer is afgerond. En daarom nu tijd voor de videoclip. Ja, goed hoor. Hey. Ja, ik voel hem gelijk. Ja. Was ik maar één dag Fleming, dan was ik dagelijks op Radio 2. Was ik maar één
één dag Flemming. Dan kon ook Slam FM niet meer om mij heen. Was ik maar één dag Flemming. Was ik maar één dag Flemming. Was ik maar één dag Flemming. Oh oh, was ik maar één dag Flemming. Was ik maar Koen van de bank zitten, dan kon ik in de stuur bij Rut pitten. Ja, elke dag een nieuwe chick fixen, kan ik een keer die nummer 1 hitten. Nee sorry, hoef geen Tori, ja, ik ben met Koen, maar zijn op die money. Elke avond spent hij weer een kleine donnie, als je eet met jou, maar je don't you worry. Vergeet Nick en Simon, Suus en Freek, Paul en Thomas, Donnie en Dave. Die droomcollab, ja, die zat op de planning, iedereen is klaar hier ook met Koen en Flemming. Was ik maar één dag Flemming, dan was ik dagelijks op Radio 2. Was ik maar één dag Flemming, dan kon ook Slam FM niet meer om mij heen. Was ik maar één dag Flemming, was ik maar één dag Flemming. 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 Oh, één dag Flemming. Was ik maar één dag Flemming. Eén dag Flemming. Was ik maar één dag Flemming. Of Koen. Heerlijk, hoor. Ja, Flemming, 100.000% bedankt voor, ja, zeg maar, mooi, de kers. Ik vond het heel erg op gezellig. De taart zetten. En de slagroom. Kers op de welbekende taart. Het was heel erg gezellig. Dankjewel dat ik mag langskomen. Emma Sleep, 1000 maal dank voor het sponsoren van deze video. We hebben heerlijk geslapen. 24 uur overleefd hier in de studio met supersterren van Weleer. We hebben weer wat nieuws geleerd, Koen. Toch? Wat dan? Hoe we een vette pokkel op moeten nemen. Ik ben echt helemaal back af van het op het bed springen. Want dat kan ook met een Emma Sleep matras. Nog 5 seconden. 5. Hier, 3, 2, 1. Yes! Oh mijn god. Dames en heren, ik wil jullie bedanken voor het kijken. 40 uur in de studio, we hebben het overleefd. Flemming, dankjewel. Woehoe! Rut, bedankt hè, vriend. Abonneer op mij. Zijn link staat in de beschrijving. Maar natuurlijk onder de link van Emma Sleep. En gebruik de kortingscode Koen voor extra korting. Bedankt voor het kijken. Doei. Ik deed een dopje op mijn neus.